een Nederlands artiest die u eveneens allemaal met een ovationeel applaus wilt verwelkomen. Hoe laat het ook is en hoe hard hij vandaag al heeft gewerkt, het zij als acteur op de planken, het zij als auteur achter de schrijfmachine, in beide gedaanten is hij u zo buitengewoon lief en is hier naartoe gekomen vanuit Amsterdam met zijn trouwe partner, die hij zelf bij u zal inleiden, evenals zijn repertoire. Daverend applaus voor Jan Blazer. Ik heb gisteravond naar de televisie gekeken. Heb ik Willem Duis gezien. En ik heb gehoord dat minister Westerterp, die heeft een nieuwe slagzin gevraagd in plaats van riemen vast en zeker. Nou, ik heb er een. Zo een bult, eigen schuld. En alles wordt duurder ook. Alles slaat op, behalve mijn auto. Die slaat steeds af. En ik zat ermee. Ik had namelijk net een auto gekocht, een occasion. Dat is Franse woord voor teleurstelling. Ik heb nog nooit zo'n eigenwijze auto meegemaakt. Ik moest naar Utrecht en ik reed bij Den Helder. Kan je nagaan wat een eigenwijs ding dat was? Ik kwam er nog een dichte mist op zetten, dat dacht ik, maar dat was de stoom uit de radiator. Dus ik bel die occasionist op. Ik zeg, ik zit in de mist. Ik zeg, mooie auto hebben we verkocht. Als ik naar links stuur, moet hij naar rechts. Hij zegt, dat is makkelijk. Als je naar rechts wil, moet je naar links sturen. Ik zeg, ik moet rechtdoor. Zit ik het beste met je poten overal vanop blijven, zegt hij tegen. Hij had toch een bord ook voor zijn kop? Ik zeg, je hebt een bord voor je kop. Zegt die, weet ik, is makkelijk met kamperen. Klap ik het naar beneden, doe ik de soep erin. Ik zeg, en als je dan je bordje leeg gegeten hebt, zegt hij, klap ik het terug, heb ik weer een bord voor mijn kop. Was nog een lelijke man ook. Ik zeg, wat hij een mooie zonnebril op, zegt hij, het zijn mijn neusgaten. Nou begon hij over mijn spruitstuk, heb ik me opgehangen, want die taal hou ik niet van. Ik weer terug naar mijn auto, stond er een man te liften, een portier uit een horecabedrijf. Die had zijn pet nog op, dat gaf vertrouwen. Hij zegt, gaat u misschien richting Bloemendaal? Ik zeg, met deze auto weet je nooit waar je terecht komt. Dus ik denk, ik neem die man niet mee en ik trek langzaam op, blijven er twee portieren op de weg staan. Ja, denk maar even na, we hebben de tijd tot 16:30. Eén van de auto en één van het horecabedrijf, dat ik lag in een slip. Dat ik ga op mijn linkerkant door en de rechter portier was eruit, dus het was net of ik met een open dak reed. Kwam er nog een wegenwachter naast me rijden, hij zegt, dat is de eerste auto die ik zie met de wiel opzij. Ik zeg, man, ik lig op mijn kant. Hij zegt, toen kwam dat dan? Ik zeg, ging even verzitten. Hij zegt, ben je lid van de WW? Ik zeg, nou, voorlopig heb ik een vaste betrekking, maar als het over is, hou ik me aanbevolen. Die WW vind ik ook mooi, vind u niet? De WW vind ik een van de mooiste uitvindingen van de laatste jaren. Je ziet ze rijden in grote auto's en het enige dat werkt zijn de remmen. En ik heb verstand van de WW, hoor, want ik heb zelf veel toneel gespeeld. Ja, dat is mijn borst. Ik heb gespeeld in De Twee Wezen, was ik de vader. Had ik de hele avond niks te doen. En toch geld krijgen, dat is het hele streven van de regering. Dat we thuis zitten, dat we goed thuis zitten, dat we goed verwend worden. Want alles, lieve dames en heren, wordt ministerieel goedgekeurd, hoor. We hebben het net over de slagzinnen gehad, maar alles ook. Alle dingen wat je op de televisie ziet, alle reclametoestanden die je op de televisie ziet, worden van tevoren ministerieel goedgekeurd. En het ergste is, de mensen gaan er nog eten en drinken ook, als je het me vaak genoeg vertoont. Dag Lex, eet je nog triplex? Nee, George, ik eet nu boomschors. En ze doen het ook nog. En dan hebben ze allemaal die mooie dingen van veilig verkeer, hè? Ook met wat we nou net gehoord hebben van valhelm, hoofdzaken en die dingen en zo. En dan zeggen ze dat je moet je hand uitsteken als je fietst, dat is gezond. Maar als je in Amsterdam je hand uitsteekt, wordt hij er meteen afgereden. Ja, ik vind het heerlijk om hier te zijn, dames en heren, heerlijk. En dan zeggen we wel eens, alles verandert en alles komt terug, hoor. Geloof me maar, alles verandert en alles komt terug, denk ik vaak over na. Want gisteren was ik in Friesland, ik was gisteren in Sneek. En de Friezen noemen Sneek snits. Dus ik denk, ga snits even in. Liep er een hele mooie vrouw, een snitsel. Ik heb nog nooit zo'n mooie snitsel gezien, zeg. Ik zeg tegen dat mens, ik zou met jou wel eens in de Chroma willen liggen, zeg ik tegen haar. Maar ja, tegensputteren, dus dat is ook niet waar, hè?
Maar toch grappig, als je in die kleine plaatsen komt, dan heb je allemaal van die kleine kruidenierswinkels. En dat doet me denken aan de tijd van vroeger. Vroeger als je boodschappen ging doen, dan duurde het anderhalf uur voor je met je boodschappen weer op straat stond. Tegenwoordig met die supermarkt sta je binnen 5 minuten met je boodschappen op straat. Maar je hebt thuis wel anderhalf uur nodig om ze open te krijgen. Dus wat dat betreft is niks veranderd. Tegen de tijd dat je je fles prik open hebt, heb je geen dorst meer. Heette vroeger champagnepils, weet je wel? Tegenwoordig heet het Explosa. En ze hebben allemaal van die rare namen ook. Vacuum verpakte pinda's. Die blijven jaren vers. Weet je waarom? Je kan die zak niet open krijgen. Die moet je open bijten. En dan gaat die open met een knal en dan liggen er overal pinda's, behalve in het schaaltje. En weet je wat ik het vervelende van de supermarkt vind? Dat je verplicht bent om een karretje te nemen. Kijk, vrouwen hebben nog een beetje de kinderwagenslag. Die duwen altijd, maar mannen generen zich, die trekken. Mannen kopen altijd achterstevoren, die zien thuis pas wat ze gekocht hebben. En weet je wat het moeilijkste is van het kopen in de supermarkt? Een rol drop. Met verplicht karretje nemen. Dat kan niet, die zak door. Nou vind ik doorzakken wel lekker, maar niet als rol drop in een karretje van een supermarkt, laat ik eerlijk zijn. Maar ja, alles verandert en alles komt terug. Vroeger waren de mensen arm. Dan woonden ze in een ruimte van 1,5 bij 3 meter, een beetje klam, met de kinderen in stapelbedjes. Nou, dan ging je maar vroeg naar bed, anders werden de kinderen wakker. Tegenwoordig hebben de mensen geld. Wat doen ze dan? Dan kopen ze een caravan. Dat is een ruimte van 1,5 bij 3 meter, een beetje klam, met de kinderen in stapelbedjes. Nou, dan rijden we vroeg naar bed, anders werden de kinderen wakker.